Heerlijk zo'n warme douche. Het enige nadeel is, als je er eenmaal onder staat, dan wil je er natuurlijk ook echt niet meer onderuit. Dan krijg je het zo koud. Het heeft te maken met verdamping. Wanneer het waterlaagje verdampt, onttrekt het water aan zijn omgeving. In dit geval mijn lichaam dus. Snel afdrogen. Sommige vloeistoffen verdampen sneller dan water. Ze onttrekken daarbij dus sneller warmte aan hun omgeving. Ik heb hier een speciale camera meegenomen. Daarmee kun je zien wat warm is en wat koud. Nou heb ik hier drie vloeistoffen. Olijfolie, water en alcohol. Een paar druppels op het karton. Een beetje water. Ook nog de alcohol. Kijk, je ziet het al. Olijfolie, daar gebeurt niet zoveel mee. Water verdampt al wat sneller, dat wordt wat kouder, een beetje blauw. En alcohol, dat is echt een grote blauwe vlek geworden. Alcohol is een vluchtige stof en kan als koelmiddel gebruikt worden. Maar om dit te koelen heb je dan heel veel koelmiddel nodig. Wow, het is hier binnen eigenlijk gewoon een hele grote koelkast. Zeg maar gerust ijskast. Hier binnen is het tussen de min 5 en de min 8 graden Celsius. En het werkt hier hetzelfde als in een gewone koelkast. Dit rooster is eigenlijk een hele lange buis die niet alleen aan de achterkant zit, maar ook aan de binnenkant. En door die buis stroomt koelmiddel. In dit geval geen alcohol, maar een goedje met de naam R600A. Aan de achterkant is het vloeibaar, maar zodra het buisje de koelkast ingaat, wordt het buisje dikker en krijgt het koelmiddel de ruimte om te verdampen. En wat gebeurt er als koelmiddel verdampt? Dan onttrekt het warmte aan zijn omgeving. Dus het wordt kouder in de koelkast. Het verdampte koude koelmiddel is niet weg, maar dat zit nog steeds als gas in de buis. En dit zwarte ding, dat noemen we een compressor. Dat drukt het gas samen, waardoor het weer vloeibaar wordt. En het wordt ook warmer. Warmte willen we natuurlijk niet in de koelkast. Vandaar dat dit aan de buitenkant zit. Zo kan de vloeistof zijn warmte kwijt aan de omgeving. Daarna gaat de vloeistof de koelkast weer in en kan het weer warmte opnemen. Dan wordt het in de koelkast weer koud. En zo gaat het door en door en door. En zo werkt het hier eigenlijk ook, maar dan in het groot. Die roosters verdampen het koelmiddel, waardoor het hier, nou ja, heel erg koud wordt. En door die buizen gaat het naar de machinekamer. En zoals de gewone koelkast zijn warmte kwijtraakt in de ruimte waar hij in staat, zo raakt deze gigantische koelkast zijn warmte kwijt op het dak. In de buitenlucht. Over warmte gesproken. Nou, gelukkig zweet ik. Dat is ook een soort koelvloeistof.